Ja, zal ik maar gewoon beginnen? Begin er maar aan. Ja, ik zal even kort mijn achtergrond. Ik heb een achtergrond in hoe dieren hun activiteit organiseren aan de hand van de lichtcondities. Iets specifieker de dag- en nachtcyclus. Als zodanig ben ik een aantal jaar geleden ben ik in een groot project gerold waarbij we kijken naar de effecten van nachtelijk kunstlicht op onze flora en fauna. Ik heb daarnaast ook nog een aantal andere onderzoeksprojecten, maar dit is eigenlijk wel mijn hoofdproject geworden. En een belangrijk onderdeel van dat project zijn uiteraard de vleermuizen. En daar ga ik jullie deze avond wat meer over vertellen. Ik moet zeggen dat ik in 2015 ook al een verhaal heb gehouden hierover. Ik heb het even teruggekeken en er zit een kleine overlap in die gegevens. Maar wat vooral bijzonder is, is dat we in 2017 uiteindelijk de dataset compleet hadden. Voldoende waarneming gedaan om te zorgen dat we eigenlijk een goed beeld hadden van wat die vleermuizen eigenlijk met onze experimentele lichtopstellingen deden. Dus dat in die zin is het nieuw en ik ga ook vertellen over ons nieuwe onderzoek. Om een klein beetje achtergrond te geven van het hele verhaal en waar wij begonnen zijn met zo'n groot onderzoek naar lichtvervuiling. Ja, ik ga er niet lang bij stilstaan, maar als jullie vanavond naar buiten lopen, kunnen jullie de Melkweg niet zien. En dat heeft alles te maken met de enorme hoeveelheid licht die in Nederland aanwezig is. Wereldwijd is dat ook zo. Bijna iedereen in Amerika en in Europa woont in een gebied waar je altijd meer kunstlicht hebt dan natuurlijk licht. En daar hoort de volle maan eigenlijk ook bij. Dus dan is het volle maan, maar dan heb je nog steeds eigenlijk meer kunstlicht. En dat het areaal dat breidt zich uit met 2% per jaar. Dus het gaat eigenlijk niet zo heel goed. Nou, in Nederland heb je dat ook. Hè? Dus als je Nederland van boven bekijkt, je zou maar zeggen, een goede gelegenheid is, je huurt een vliegtuigje en je stijgt op in de avond. En je gaat eens kijken hoe Nederland eruit ziet, dan ziet het er echt zo uit. En dat maakt niet zoveel uit of je nou in Limburg bent of in Groningen. Nederland is gewoon extreem licht vervuild. En wat meteen ook heel erg mooi opvalt aan deze foto, dat is dat de meeste lichtvervuiling in Nederland van infrastructuur komt. En daar ga ik straks nog even op terugkomen. Nou, over de laatste 10 jaar is er steeds meer bekend geworden over de effecten van die lichtvervuiling. Eigenlijk is het zo dat er bijna geen enkele soortgroep is waarbij lichtvervuiling geen rol speelt. Opnieuw een plaatje van Nederland. Hè, dat zijn een aantal kassen in het Westland. En je kan gewoon zien hoe ongelooflijk lichtvervuild Nederland is. En ja, grappig genoeg is het eigenlijk ook zo en dat is wel leuk om even in je achterhoofd te hebben, dat het niet alleen planten en dieren zijn die last hebben van lichtvervuiling, maar wij zelf ook. Het is heel leuk. Meer dan 100 jaar geleden moesten mensen nog echt wennen aan elektrisch licht. En hadden men vroeger een gaskousje wat je aan moest steken. Het elektrisch licht maakte alles gewoon vreselijk makkelijk om te verlichten. En men dacht toen dat licht op zich verder geen effect heeft. Maar het is wel echt al heel duidelijk dat als je te veel licht 's nachts consumeert, dat je er allerlei problemen mee kan krijgen. Als je het hebt over lichtvervuiling, dan heb je eigenlijk twee belangrijke typen lichtvervuiling. Eentje is de zogeheten sky glow, de gloeiende hemel, zeg maar. Dat is gewoon licht wat van onder tegen de hemel botst. Hè. Vooral als het bewolkt is, heb je dat veel. Dit is ergens in de buurt van Arnhem. Je hebt daar gewoon geen zaklamp nodig als je door het bos loopt, zeker als het bewolkt is. Dat is een heel bijzonder of een heel aparte vorm van lichtvervuiling die vreselijk moeilijk te bestuderen is, omdat het enerzijds wel heel erg grootschalig is, anderzijds zijn het behoorlijk lage lichtintensiteiten. Desalniettemin zijn er steeds meer aanwijzingen dat dit soort intensiteiten toch ook echt problemen veroorzaken. De vorm van lichtvervuiling die de meeste mensen kennen,
Dat zijn deze twee hier aan de zijkant. En dat is de directe aantrekking van dieren door licht. Hieronder heb je eendagsvliegen, ergens bij een benzinestation aan de zuidkant van het Veluwemeer. En je kan je voorstellen dat die eendagsvliegen zich totaal uitputten bij die lampen en nooit meer aan voortplanten toekomen. En dat is best vervelend, want daar hadden ze per slotverrekening nog maar één dag voor eigenlijk. Nou, meestal drie, maar dan nog. Hè. Dat is dus niet zo handig. De bovenste plaatje is eigenlijk hetzelfde, maar dan met vogels. Dat zijn de 9-11 Memorial Lights. Die Bin Laden had een heel slecht gevoel voor timing. Die aanslagen zijn gepleegd midden in de trektijd van trekvogels. Manhattan is eigenlijk zo'n trechtervormig eiland aan de oostkust van de Verenigde Staten. En al die vogels die komen daar, die raken in de punt van Manhattan. Dat is precies waar die lampen staan. En die lampen moeten ze letterlijk om de zoveel tijd even uitzetten om de vogels de gelegenheid te geven om uit het licht weer weg te vliegen. Anders gaan ze ook echt dood. Lichtvervuiling heeft hele andere aspecten nog. Het kan ook op een heel andere manier problematisch zijn. En dat is bijvoorbeeld als het een barrière vormt in het landschap. Dat geldt uiteraard voor vleermuizen. Ik hoef jullie niet te vertellen dat vleermuizen graag langs lijnvormige landschapselementen vliegen. Dat doen bijvoorbeeld ook amfibieën en marterachtigen. En als die lijnvormige elementen worden doorkruist door een verlichte weg, dat is die foto al zo mooi van boven, ja, dan heb je een soort van gordijn van licht dat gewoon als een hek zou kunnen werken. En dat het zo is, daar zijn ook zeker aanwijzingen voor. En dat laat ik in het volgende plaatje zien. Emma Stone van de Universiteit van Bristol heeft een aantal jaar geleden al experimenteel heggen verlicht waarlangs allerlei vleermuizen vlogen. En ze heeft gewoon eerst gemeten hoeveel vleermuizen er langs vlogen. Als er geen licht is, dat zie je hier in de controle nacht. Dat zijn al verschillende opeenvolgende nachten. In totaal 7 nachten. 6 nachten. Hier zie je een maat voor de aantallen passerende vleermuizen. In controle nacht. Ze heeft een nacht genomen met alleen geluid. Vervolgens heeft ze licht van lage intensiteit gebruikt. Middelgrote intensiteit en hoge lichtintensiteit. En je ziet dat eigenlijk om het even welke intensiteit ze daar gebruikt heeft, die vleermuizen niet meer langs die heg vlogen. En als ze vervolgens het licht uitzetten en alleen nog het geluid aanliet, dan kwamen die vleermuizen gewoon weer terug. Het is dus heel erg belangrijk om licht te minimaliseren. Ik laat jullie nog een paar andere grafieken zien. Hierboven een studie van Clémentine Azam van het Natuurhistorisch Museum in Parijs. Zij heeft gekeken of het helpt om lampen maar een deel van de nacht uit te zetten. En bij een deel van de nacht moet je eigenlijk realiseren dat het, als je voor mensen dat zo wil doen, dat wij nog wel iets aan het licht hebben, dan is het meestal de tweede helft van de nacht. Nou ja, ik hoef je natuurlijk niet te vertellen dat vaak de meeste activiteit, veel activiteit van vleermuizen in het begin van de nacht is. Je ziet hier dus die grafiek en je ziet eigenlijk een mooie lijn erin. Statistisch is er eigenlijk geen verschil tussen tussen gedeeld verlichte en volledig verlichte nachten. Maar goed, het is niet zaligmakend. Compleet donkere nachten zijn uiteraard het beste hier. Hetzelfde geldt voor het dimmen van het licht. Je ziet hier opnieuw een maat van de aantallen passerende vleermuizen. Je ziet eigenlijk dat je lampen behoorlijk sterk moet dimmen, wil dat enig effect hebben, een statistisch effect hebben op de passerende vleermuizen die normaal in het donker voorbij komen. In het kort, je moet dus, je hebt dus een aantal opties. Hè. Je kunt de lichtintensiteit verlagen. Je kunt het licht eerder uitdoen. Je kunt ook verlichten bij alleen verlichtingsvraag. Daar kom ik straks nog even op terug. Maar er is een andere optie die je kan toepassen. En dat is het veranderen van de kleursamenstelling van het licht. En daar gaat een groot gedeelte van mijn verhaal over. Dat was de grote vraag waar we eigenlijk ook met het project mee begonnen. En dat had alles te maken met het feit dat we tegenwoordig
die grote overgang hebben van traditionele lampen naar LED-verlichting. Die traditionele lampen die hadden een inherent spectrum wat gewoon bij het type lamp hoort. Dat kon je eigenlijk niet zoveel aan veranderen. Tenzij je een filter toepast, maar dat willen mensen natuurlijk nooit, want dat is echt het weggooien van energie. Maar met LED-verlichting kun je eigenlijk alle kleuren samenstellen die je eigenlijk maar wil. En dat wordt ook steeds makkelijker en ook steeds goedkoper. En sterker nog, je kan zelfs tegenwoordig lampen maken waarbij je gewoon met een knop de samenstelling alsnog even ter plekke kan veranderen. We hebben vooral ook veel onderzoek gedaan naar nachtactieve dieren. Uiteraard, nachtactieve dieren kun je je voorstellen, die zijn natuurlijk het sterkst worden het sterkst geraakt door verlichting 's nachts, meer afhankelijk van de donkere nacht. Maar ik moet eigenlijk daarbij wel zeggen dat we ook zeker ook effecten hebben gemeten aan dagactieve dieren. Dus de dieren die eigenlijk gewoon 's nachts alleen maar slapen. Maar die slaap die raakt dan ook vervolgens weer verstoord en dat heeft weer een effect op hun gedrag overdag. Nou ja, vleermuizen zijn er natuurlijk vreselijk belangrijk in. Als je dan een beetje een totaalbeeld zou maken van wat je aan het spectrum zou kunnen veranderen. Als je het hebt over die nachtactieve dieren, dan is het zo dat je dat het vooral zo is dat die dieren gevoelig zijn voor kleuren aan de blauwe kant van het spectrum. En dat laat ik jullie even zien met het volgende plaatje. Ik heb hier 4 plaatjes op een rij staan. Uiteraard gaan we vandaag vooral over vleermuizen praten, maar ik heb nog een paar de muizen en insecten er ook even bij staan. Het bijzondere van ons oog, ons eigen oog, ons menselijk oog, is dat wij niet naast de staafjes, dat zijn hier de zwarte lijn, niet alleen blauwe en groene kegeltjes hebben, dat is waar we kleur mee zien, maar ook een rood kegeltje. En voor zoogdieren is dat vrij bijzonder. Dus wij delen dat met primaten en enkele evenhoevigen ook. Maar heel veel zoogdieren die hebben geen rood kegeltje. En dat betekent bijna automatisch dat ze rood licht wat minder goed kunnen zien. En dat kun je hier in het plaatje van die muis wel zien. En die muis die mist hier bij het, aan de rode kant van het spectrum. En je moet even kijken, ik heb het niet vergeten te zeggen, maar dit is de mate van het signaal van die kegeltjes. En hier heb je gewoon eigenlijk de kleuren van de regenboog. Ik heb ze hier ook ondergeplot hier. Maar dat geldt eigenlijk voor al die grafieken. Dat zijn gewoon de kleuren. Die heeft gewoon geen rood kegeltje. Die kan de rode kant van het spectrum gewoon minder goed zien. En dat geldt ook voor vleermuizen. Vleermuizen hebben ook geen rode kegeltjes. Hier zie je een grafiek. Dit gaat weliswaar niet over kegeltjes, maar het gaat over een zogenoemd elektroretinogram. Dat is het elektrische signaal wat van de retina kan worden afgeleid bij alle dieren, in dit geval een vleermuis. Let even op de blauwe lijn hier, dat is de Aptiscus fuscus, dat is de Amerikaanse laadvlieger eigenlijk. En je ziet dat, dat het oog van die laadvlieger, als je het stimuleert met verschillende lichtkleuren, dat het signaal eigenlijk het sterkst is aan de blauwe kant. En als je dat oog stimuleert met rood licht, dat er eigenlijk weinig signaal is. Tot slot nog even heel kort die insecten. Van insectenogen weten we eigenlijk nog heel weinig. Tenminste, als het gaat om welke kleuren gezien worden en hoe die interacteren met de aantrekking. Maar als je kijkt naar het gedrag van insecten, dus om even terug te komen op die hele grote groep met nachtactieve soorten, dan is het opnieuw zo dat de blauwe kant van het spectrum die insecten veel sterker aantrekt dan de rode kant van het spectrum. Nou, dat is een beetje een verhaal apart en dat duurt te lang voor vandaag. Dan zul je je afvragen waarom dat nou eigenlijk zo is. Nou, dat heeft alles te maken met de kleursamenstelling van het licht 's nachts. Kijk maar omhoog als het in de avond, als het een mooie heldere avond is, iets later op de avond, dan zie je gewoon dat de hemel gewoon blauw is. En dat heeft alles te maken met het feit dat het licht van de zon, dat straalt om de aarde heen. Het rode licht wordt veel minder verstrooid, het blauwe licht wordt juist veel verstrooid en het wordt eigenlijk teruggekaatst naar ons toe. Dus als je iets met je ogen wil, 's nachts, dan doe je er goed aan om blauw licht goed te kunnen zien. Je hebt niet zoveel aan rood licht zicht. En dat is eigenlijk de reden waarom nachtactieve dieren vooral blauwgevoelig zijn. Hoe we hier gaan. Even kijken of ik hier naar het volgende plaatje. Wat blijft mijn volgende plaatje? Even kijken.
Maar wat ik wel graag nog even wil laten zien, is dat ook al is het zo dat bijvoorbeeld een vleermuis dat rode licht niet zo vreselijk goed kan zien, als je het kan zien, kun je er ook sterk op reageren. Waarmee ik wil zeggen dat de mate van hoe goed je een bepaalde lichtkleur kan zien, niet per se een voorspeller hoeft te zijn van hoe sterk je erop reageert. En deze schildpad hier is een heel mooi voorbeeld daarvan. Opnieuw heb je op deze as de kleuren van de regenboog eigenlijk, met aan de ene kant hier blauw, ultraviolet en aan de andere kant rood. En hier heb je de respons van die schildpadden. Het gaat om schildpadden die uit het ei kruipen en eigenlijk naar de zee moeten gaan. En als je die experimenteel blootstelt aan een lamp, dan is het zo dat dat het oog van die schildpad weliswaar behoorlijk eigenlijk groen en geel gevoelig is, maar dat het gedrag van die schildpad het sterkst wordt beïnvloed door de blauwe kant van het spectrum. Oké. Nou, vleermuizen. Als je het over vleermuizen hebt en licht, dan is het altijd, en dat is een breed geaccepteerd principe, dan heeft dat te maken met predatie. Vleermuizen vliegen 's nachts, niet alleen omdat er 's nachts gewoon veel te eten is, maar ook omdat ze 's nachts betrekkelijk veilig zich kunnen bewegen door op een ruimte heen. En een prachtig voorbeeld daarvan zijn die Mexican free-tailed bats, die elke avond uit de grot met enorm veel dieren moeten vliegen in Texas. En daarbij is er een selectie van dieren die heel vroeg gaan. Die hebben weliswaar meer tijd, maar daarbij ook een groter risico om te worden opgegeten. En dichter bij huis zijn er ook een aantal vrij fraaie voorbeelden van. Ik laat die even zien hier. Dit zijn verschillende soorten. Hè. Je hebt hier onze rosse vleermuis. Je hebt bijvoorbeeld de watervleermuis. Hier de grote vleermuis. En hier heb je de tijd waarop die vleermuizen uitvliegen uit hun kolonie na zonsondergang. En dus hoe hoger op deze as, hoe later die vleermuizen uit hun kolonie vliegen. En op deze as hebben ze die vleermuizen gerangschikt voor iets wat heet wing load. Dat is eigenlijk hoeveel druk aan lucht je hebt per oppervlak van een vleugel. Dat is misschien een beetje een ingewikkeld verhaal, maar het is eigenlijk heel simpel. Als je een rosse vleermuis hebt, die vliegt heel snel. Dus die heeft eigenlijk maar hele lange, dunne vleugels nodig. Dus die heeft een hele sterke wingload. Dus eigenlijk kun je deze maat inwisselen voor eigenlijk vliegsnelheid. Nou, deze dieren die vliegen heel langzaam. Die vliegen betrekkelijk laat uit. En deze soorten vliegen heel snel. En die kunnen dan juist weer eerder uitvliegen. Met andere woorden, ze zijn minder bang voor predatie, gewoon omdat ze zo ontzettend snel vliegen. Nou, bewegelijkheid van de vleermuizen staat natuurlijk ook erg uitermate van belang voor. En dan kom je al snel bij bijvoorbeeld de gewone dwergvleermuis. En dan heb je hier een prachtig grafiekje. Je ziet hier opnieuw op deze as een aanduiding van de tijd waarop vleermuizen uitvliegen. Opnieuw in minuten na zonsondergang. En hier heb je de tijd in dagen voor de bevalling en na de bevalling. En wat je ziet gebeuren is bij dwergvleermuizen die erg bewegelijk zijn, die eigenlijk relatief weinig bang zijn voor predatoren, is dat ze met die jonge vleermuizen in hun buik steeds zwaarder en zwaarder worden, daarmee minder bewegelijk zijn en dan ook later gaan uitvliegen, omdat ze gewoon het risico niet willen nemen. Ze kunnen zich minder snel uit de voeten maken. Dan bevallen die vleermuizen en dan gaan ze al snel weer eerder uitvliegen. Het is erg belangrijk om je te realiseren dat als je een proef doet met licht, dat je gewoon echt te maken hebt met verschillende groepen vleermuizen. Ik heb opnieuw het predatieverhaal hier weergegeven. Je hebt hier die grote vleermuizen, een franje staat hier. Maar dat zijn soorten die vliegen heel langzaam. Die zijn ook gewend om in de vegetatie te vliegen, om daar te forageren. Dat zijn typische soorten die heel erg laat uitvliegen. Daartegenover staat de
dwergvleermuis, onder andere. Die dwergvleermuis vliegt een stuk eerder uit, die is erg bewegelijk, vliegt relatief snel, is veel minder bang van predatoren en durft dus ook eerder uit te vliegen. Sterker nog, hij durft ook de rond de lantaarnpalen verzamelde insecten op te eten. Wat eigenlijk heel riskant is voor een vleermuis, maar toch omdat hij zo bewegelijk is, durft hij dat te doen. Terwijl je deze vleermuis daar nooit zult aantreffen. In ieder geval niet bij witlicht. En dan heb je natuurlijk nog de heel snel vliegende vleermuizen, of de relatief snel vliegende vleermuizen, de rosse vleermuizen en de laadvlieger, dat is een beetje een tussengeval. Die zijn ook niet zo vreselijk bang voor licht. Die kun je ook wel eens aantreffen rond lantaarnpalen. Maar wat je moet realiseren is dat als je ergens lantaarnpalen neerzet, dat je die algemene dwergvleermuis eigenlijk faciliteert. Je creëert eigenlijk een soort voedselbron voor die dwergvleermuis, terwijl je die minder algemene soorten eigenlijk berooft van hun habitat. Hè? Dus met andere woorden, als je het hebt over biodiversiteit, of vleermuisbiodiversiteit in dit geval, dan is licht natuurlijk een slechte factor in die zin. Nou, we hebben de afgelopen 10 jaar nog steeds proeven gedaan met waar we letterlijk lantaarnpalen in het bos hebben neergezet om geen enkele andere verstoring te hebben behalve dan dat licht, zodat we ook echt de effecten die we meten alleen maar kunnen relateren aan dat licht. En dat zijn deze lampen. Het is eigenlijk gewoon breed spectrum wit licht. We hebben een groene soort licht met meer groen en meer blauw en minder rood. Dan wordt het veel groener licht. En we hebben een rode variant met veel meer rood en minder blauw. En dat is rood licht. Ik kom straks er nog een klein beetje op terug. En we hebben uiteraard ook donkercontrole. En het is belangrijk om te realiseren dat we deze samenstelling van combinaties steeds in rijtjes in de bosrand hebben gezet. En dat hebben we gedaan op 8 verschillende plekken. Dus we hebben niet alleen op 1 plek gemeten wat is van vleermuizen, maar op 8 verschillende plekken. En dan als je naar die respons van die vleermuizen kijkt. Ik liet het al in 2015 zien, maar dit is echt veel beter. We hebben hier veel meer data aan in gestopt. Ik moet jullie ook vertellen hoe we dat gemeten eigenlijk hebben. Dat is een beetje een lang verhaal, maar we hebben gewoon, net als Wiegert, hebben we automatische vleermuisdetectors gebruikt. Die hebben we gewoon geïnstalleerd in die bosrand. Hebben we gewoon langdurig, 2 weken in de voorzomer en 2 weken in de nazomer, hebben we vleermuisactiviteit gemeten gedurende 5 jaar op die 8 verschillende plekken. Met elk 4 verlichtingstypes op 32 plekken hebben we die detectors neergehangen. We hebben enorm veel analysetijd gedraaid en dit is het resultaat. Nou, je ziet hier de 4 verschillende lichtbehandelingen. Op de horizontale as, op de verticale as zie je een maat voor de aantallen passerende vleermuizen, waarbij we eigenlijk elke 5 seconden waarbij er een vleermuis van die soort voorbij kwam, hebben we als 1 passage gerekend. Ja, je moet een maat nemen. En ik moet jullie ook nog even vertellen dat we die analyse hebben we niet tot op soort gedaan, maar we hebben een onderscheid gemaakt tussen meiotes en plecotes, dat zijn de FM-soorten, waar we die een heel mooi stijl pulsje hebben. En de quasi-constant frequency-soorten, zoals die, de dwergvleermuizen. Dat hebben we doelbewust gedaan, omdat we, zie je het vorige plaatje al, wisten dat die tot aparte groepen behoren als het gaat om respons tot licht. En eigenlijk is dat een heel conservatieve benadering, want stel we hadden per ongeluk verkeerde combinatie gemaakt met verschillende vleermuizen, ja, dan hou je helemaal geen signaal meer over. Dus met andere woorden, je gaat niet zomaar een resultaat vinden. Als je een resultaat vindt, dan is dat er ook echt. Nou, je ziet hier dus een maat voor die activiteit van die vleermuizen. Opnieuw hier, dit zijn dus de dwergvleermuizen en dit zijn die grote vleermuizen en de meiotensoorten. Let even op de assen hier, je ziet hier totaal andere aantallen ook. Die zijn dus veel algemener, die dwergvleermuizen ten opzichte van die meiotensoorten. Ik moet ook zeggen dat die meiotensoorten natuurlijk veel moeilijker te horen zijn dan die dwergvleermuizen. Die zone is gewoon veel zachter. Daar moesten we ook zo lang meten, die 5 jaar lang. Maar goed, het resultaat is dat je relatief veel activiteit hebt van die langzaam vliegende soorten in het donker. Evenveel in het rode licht, maar significant minder in het groene licht en in het witte licht. Nou, die dwergvleermuis is compleet anders. Je hebt relatief weinig activiteit in het donker. En even weinig activiteit in het rood. En significant meer in het groen en in het
wit. Nou, de respons die je hier ziet, heeft zeer waarschijnlijk alles te maken met het feit dat die vleermuizen de rode kant van het spectrum veel minder goed zien dan, dan de groene en de blauwe kant. Hè, dus dat ze dit licht als veel minder intens ervaren. Daar kom ik straks nog even kort op terug. En die dwergvleermuizen, nou ja, die zullen dat licht misschien wel even op dezelfde manier kunnen zien als deze vleermuizen, maar die reageren helemaal niet op het licht aan zich. Ze vinden het licht dan niet geweldig, maar ze reageren op die insecten die juist aangetrokken worden. Nou, en ik had jullie al verteld dat de rode kant van het spectrum die insecten niet zo goed aantrekt, zoals je deze grafiek opnieuw even ziet, het is dezelfde grafiek. En de groene kant en de blauwe UV-kant juist wel. Nou, dat zit allemaal in wit en groen. En dat heeft dus alles te maken met die insecten die er zijn. Nou, dus om een lang verhaal kort te maken, als je een spectrum wil kiezen wat het minst vleermuisactiviteit verstoort, of het nou gaat om die dwergvleermuizen die hun activiteit niet vergroten met licht, en die langzaam vliegende soorten die hun activiteit niet verminderen, ja, dan is rood licht echt het type licht wat het minst verstorend is voor die vleermuizen. Nou zul je misschien afvragen waarom er op zoveel plekken toch nog groen licht staat. Nou, dat weet ik niet zo heel goed. Het is waarschijnlijk marketing geweest. En dat komt weg van het feit dat 's nachts trekkende vogels boven zee veel minder verstoord raken door groen licht. Dat is dan ook de enige situatie waarin groen licht eigenlijk beter is. Het is een lang verhaal, maar er zijn ook laboratoriumproeven voor gedaan. Maar als je trekvogels die over zee vliegen, die komen dan bij zo'n boorplatform wat fel verlicht is, die raken hopeloos gedesoriënteerd. Op vuurtorens hebben dat probleem. Die gaan en masse rond die plekken vliegen. Die putten zich uit. Je weet niet meer of ze hun doel halen. Maar het komt zelfs voor dat dikke lage dode vogels van boorplatforms moeten worden afgeschept. Nou, daar komt dat groene licht vandaan. Maar ja, weet dat het groene licht voor vleermuizen juist helemaal niet goed is. En eigenlijk voor geen enkele nachtactieve soort die in het binnenland leeft. Dus als jullie groen licht zien, dan is dat... Of als je te maken hebt met een situatie waar mensen groen licht in het binnenland willen neerzetten, dan is dat geen goed idee. Nou, ik heb het nog even heel duidelijk hier neergezet. In het binnenland is groen licht dus niet de juiste keus. Wat wel belangrijk is als je te maken hebt met licht en vleermuizen, is de context. Dus het heeft niet zo vreselijk veel nut om met bijvoorbeeld rood licht aan de slag te gaan in een wijk bijvoorbeeld. Want in die wijk heb je sowieso al te maken met een heel ander habitat. Hè. Het zal niet zomaar zo zijn dat je grote dichtheden aan Grotor en Freinstaat zult hebben jagen in zo'n wijk. Hè. Dat zal altijd in zo'n bosgebied, in het buitengebied zijn. Dus daar is het automatisch al veel effectiever om, als je het spectrum wil aan te passen, om een aangepast spectrum te hanteren. He, dus dat is gewoon erg belangrijk om te weten. Ja, tenzij er gewoon speciale situaties zijn. Hè. Hier is bijvoorbeeld bij Loosdrecht heb je ergens een plek waar allemaal meer vleermuizen langs vliegen. En daar hebben mensen dus eigenlijk bewust besloten om daar toch, ook al staan er huizen, rood licht neer te zetten. Maar opnieuw is het dan heel erg belangrijk dat je goed communiceert met de bewoners waarom dat rode licht er staat. Ja, omdat het toch wel een beetje gek is. Hè? Je moet er wel een beetje aan wennen. En als mensen weten waarom dat licht er staat, als ze weten dat het voor vleermuizen gedaan is dan, en hoe dat in elkaar steekt, dan is de acceptatiegraad een stuk groter. Grappig genoeg zijn er ook wijken waar mensen zelf gekozen hebben voor een rode variant van licht. En dat is bijvoorbeeld in Boekel. In een soort eco-wijk hebben ze rood licht neergezet. Toch is er iets waar ik jullie graag voor wil waarschuwen. En dat is het volgende. En dat noem je het volgende effect. Dat zijn ecological traps. Want wat kan er namelijk aan de hand zijn? Het is weliswaar zo dat vleermuizen misschien minder verstoord raken door dat rode licht. Maar ja, ze kunnen zich misschien toch wat dan juist al blootstellen, ongewild, voor predatoren zoals uilen. Dus het rode licht, we weten gewoon dat het rode licht die activiteit van vleermuizen minder
beïnvloed. Maar het is wel erg belangrijk dat we ook meer te weten komen over de risico's die daaraan vastkleven. Ja, anekdotisch is het overigens wel zo dat de meeste waarnemingen van uilen, bijvoorbeeld die vleermuizen pakken, zijn op plekken waar die uilen, waar die vleermuizen een voorspelbare baan hebben, waar die uil echt, laten we zeggen, van een nok van een dak met een kolonie, waar die uil dus echt op die vleermuis kan duiken, in plaats van in de vrije vlucht. Dus dat ziet er toch even goed wel redelijk uit als het gaat om het gebruik van het rode licht. Nou, dan hoor ik jullie misschien denken, hoe zit het nou eigenlijk met die amber-varianten? Want die vraag krijg ik heel vaak. Daar heb ik het volgende plaatje nog even van. Amberlicht is niet zomaar rood licht. Ik laat er zo nog even een spectrum van zien, dan kun je het verschil een klein beetje zien. Maar het probleem met amberlicht is dat het mogelijk ook goed voor vleermuizen is. Het is iets minder rood dan het licht dat wij getest hebben. Ons licht is iets van, heeft een piek van 610 nanometer en amberlicht is 590 nanometer, dat is wat meer richting oranje. De zodievereniging heeft een aantal jaar geleden al een experiment gedaan waarbij ze hebben gekeken hoe meer vleermuizen die langs het kanaal vliegen reageren op verschillende lichtkleuren langs de Kuilenvaart. En hebben ze gekeken of die meer vleermuizen eigenlijk meer naar de andere kant gedreven werden van dat kanaal op het moment dat er licht was. En ook of dat afhing van het lichtspectrum. Nou, helaas is daar uit die proef niet duidelijk geworden of dat amberlicht nou eigenlijk beter was. Op die plek, uit die metingen bleek niet dat het amberlicht nou eigenlijk beter was. Toch is het gaan rondzingen dat het amberlicht wel beter is. En ik wil ook zeker niet uitsluiten dat het ook zo is. Maar het is toch wel iets om daar een beetje voorzichtig mee te zijn. Tanja Straka heeft dit jaar een publicatie gepubliceerd over waarbij ze heeft gekeken naar verlichting van grotten onder andere, maar ook vleermuizen in vliegkamers heeft getest. En hier zie je zo'n vliegkamer waarbij ze verschillende combinaties van verlichting heeft getest. Dus de ene wit en de andere rood, of een andere amber, een andere wit enzovoorts, alles tegen elkaar. En die vleermuizen mochten eigenlijk kiezen waar ze het liefst vlogen. Dit zijn hier de resultaten van die experimenten. Als die vleermuizen geen voorkeur hebben voor waar ze vliegen, hè, dus het één kamer die is hier verbonden, die vleermuis kan van de ene kant naar de andere kant gaan. Als ze geen voorkeur hebben, dan zit die vleermuis, als je maar genoeg proeven doet, zit die even vaak aan deze kant als dat die aan deze kant zit. En dan zou het puntje van die waarneming hier gemiddeld op deze lijn moeten liggen, op een half. Als je nu, en hier bij deze punten, hier zie je de verschillende lichtkleuren die tegen elkaar getest zijn. Dat is hier bijvoorbeeld rood tegen amber, wit tegen rood, amber tegen wit. Ze hebben ook de kanten van de verlichting hebben ze netjes gewisseld. En dan zie je eigenlijk dat als je voldoende rood licht neemt, dat je wel een verschil vindt, maar dat het niet het geval is bij amber. Statistisch zeker niet, omdat je die standaard fouten die mag je niet meer op het lijntje leggen. En dat geldt zowel voor de Schreibersvleermuis, maar ook voor de Cappuccinisvleermuis. Dat is eigenlijk de zuidelijke watervleermuis. Dus het is toch wel even belangrijk dat we iets meer leren over dat amberlicht. Een indicatie dat amberlicht toch wel potentie heeft, dat komt uit een experiment van Matt Zeele, wat hij ook in Bristol heeft gedaan. Een beetje analoog aan de experimenten van Emma Stone. Het plaatje wat ik helemaal aan het begin liet zien. Hier zie je, je hebt hier gewoon de verschillende lichtkleuren die hij heeft getest. Het gaat opnieuw om die heggen waar al die vleermuizen langs vlogen. Het gaat om langzaam vliegende vleermuizen in dit geval. Hier heeft hij een maat voor de passerende vleermuizen. Nou, opnieuw zie je dat er de meeste vleermuizen het liefst in het donker passeren. Er zit veel variatie van nacht op nacht. Maar denk even aan Wierert zijn verhaal over die laadvliegers. Er is altijd enorm veel variatie van nacht op nacht. Maar toch zijn het meest in het donker. En
daarna het meest passerende vleermuis in het rood. Maar als je hier goed kijkt, ook al is het niet significant, statistisch significant, zie je toch wel een beetje een effect van oranje. Maar ja, goed, opnieuw zie je het groene weer hier. Dus het valt echt helemaal nog in de foutmarge. Dus ja, het is erg belangrijk dat er beter getest wordt. En verder is het belangrijk dat ik jullie ook even vertel dat... even kijken, als ik dat hier nog een keer laat zien. Je ziet nog een keer hetzelfde plaatje van met Sila ook. Dat je als je gaat rommelen met het spectrum, dat je dan eigenlijk al snel tegen heel andere plaatjes aankijkt. Ik heb jullie namelijk nog niet verteld dat het qua lichtintensiteit, wij die lantaarnpalen die we in de bosrand hebben gezet, voor ons even fel hebben gemaakt. Dus met andere woorden, wij kunnen evenveel zien bij de felheid van het rode licht, zoals we dat daar hebben geplaatst, als bij het witte licht. Maar als je dat gewoon met een normaal spectrum vergelijkt, ja, dan valt dat niet zo heel erg op. Maar als je die spectra gewoon even fel voor ons maakt, dan zie je hier dat je met het rode licht bijvoorbeeld, hier, dat is deze grafiek hier, opnieuw heb je hier de kleuren van de regenboog. Hè. Hier heb je de relatieve aandeel van elke individuele kleur eigenlijk. Als je rood licht even fel maken, dan moet je echt behoorlijk veel meer rood licht produceren. Wil het voor ons eigenlijk even fel zijn als bijvoorbeeld dat witte licht? En dat heeft alles te maken met het feit dat wij rood licht weliswaar kunnen zien, maar ook niet zo goed als dat we groen licht kunnen zien. Ons eigen piekvermogen van onze ogen, dat ligt ook midden in het groene licht. Dus dat is een belangrijke ding om in je achterhoofd te houden. Nou, wat verder ook belangrijk is dat vleermuizen misschien wel sterk reageren op het licht hier, waar ze eigenlijk aan het jagen zijn. Maar dat het misschien toch ook wel weer wat anders kan zijn op andere momenten. Nou, ik liet jullie al dat plaatje zien van Matt Ziel. Hè? Dat was het vorige plaatje hier, waar we die vleermuizen toch op kleuren reageren als ze langs die houtwal vliegen. Maar het lijkt ook al een klein beetje weer op een open habitat. We hebben een proef gedaan al een tijdje geleden, dat liet ik al 5 jaar geleden ook al zien, met watervleermuizen die door 2 identieke tunneltjes vlogen in de buurt van Elburg. En die tunneltjes hebben we toen ingericht met lampen. Dus we hebben gewoon lampen in die tunneltjes gehouden. En dat hebben we zo gedaan dat we elke nacht, net als in die vliegkooien, verschillende combinaties tegen elkaar konden testen. De ene nacht groen tegen rood, de andere nacht rood tegen groen, maar ook donker tegen rood, donker tegen groen enzovoort. Ga zo maar door. En dan kun je een heel protocol afdraaien. En dat hebben we niet voor een paar nachten maar gedaan, maar voor 45 nachten achter elkaar. En je ziet ook al in het protocol dat je nooit dezelfde kleur in opeenvolgende nachten in hetzelfde tunneltje hebt. En altijd verschillende combinaties. En tot onze grote verbazing was het zo dat die vleermuizen daar totaal niet op reageerden. Hier heb je de verschillende lichtbehandelingen. En hier heb je de aantallen passerende vleermuizen. Ze konden zelf kiezen waar ze doorheen vlogen. Ze hadden een lichte voorkeur voor de oostelijke tunnel. Maar dat was keurig gebalanceerd, want we hadden alle lichttypen ook keurig gematcht. En je ziet dat er geen enkel effect is. Niet alleen geen effect op lichtkleur. Op licht zelf, maar ook evenveel als in het donker, maar ook niet op lichtkleur. Dat kan dus te maken hebben met het feit dat het erg van de situatie kan afhangen hoe vleermuizen op een bepaalde kleur licht reageren. En grappig genoeg is het zo dat eigenlijk behoorlijk een lijn is met wat ik geloof Dries Kuiper waarnam toen hij experimenteel verlichtte bij plekken, en net als wat de Zodiovereniging gedaan heeft bij de Kuindervaart, met lampen langs plekken waar meer vleermuizen passeerden. Die grafieken hier, dat zijn 2 plekken. Dit is bij Workum, dat is van Panhuiskanaal. En dit zijn opeenvolgende nachten, donker, licht en weer donker. Je moet even de zwarte staven met elkaar vergelijken en vervolgens de witte zo opeenvolgende met elkaar vergelijken. En wat je goed kan zien is dat die vleermuizen zich eigenlijk helemaal niets aantrokken van de aanwezigheid van het licht daar. Nou, dat willen we eigenlijk toch wel iets beter weten nog. Dus we gaan, en daar hebben we dit jaar al proef voor gedraaid. We gaan ook wat preciezer meten, ook bij die plekken waar die meervleermuizen langs vliegen.
Dat gaan we met een soort wat langer protocol dan ook, op veel verschillende plekken ook, erg belangrijk. En dat gaan we met zogenoemde microphone arrays doen, waar we heel precies de vliegbanen van die vleermuizen kunnen bepalen. Daar kom ik zo nog even op terug. Maar ook uiteraard met verschillende lichtkleuren en ook met amberlicht. Dat is erg belangrijk om te doen ook. Omdat we dan eindelijk wat meer weten over het amberlicht. En een aantal andere voorbeelden van hoe vleermuizen reageren op licht. Nou, als het gaat om de kolonies van vleermuizen, dan is het heel erg belangrijk om te weten dat vleermuizen dan zeer sterk reageren op licht. Er zijn een aantal voorbeelden maar een van de meest grappige, dat is die van Laidlaw en Fenton, al van 1971. En hier was het eigenlijk helemaal geen experiment om te kijken hoe ze reageerden op licht, maar het was een experiment om te kijken hoe goed we vleermuizen weg kunnen krijgen als je het licht opzet. Dat was in de tijd dat mensen nog wat makkelijker dachten over het verwijderen van kolonies als ze mensen in de weg zaten. Nou, je ziet hier een verandering in een kolonie. Dit is de controlekolonie, dit is van juli, dat is de voortschrijdende tijd eigenlijk. Dit is een controlekolonie en je ziet hier de aantallen omhoog lopen. Dit is een verlichte kolonie, deze is ook verlicht en je ziet gewoon de aantallen dramatisch naar beneden gaan. En dat is eigenlijk wel heel duidelijk ook met bij veel andere experimenten ook, dat als je kolonies verlicht, dat ze dan of een andere uitvliegplek kiezen, maar ook gewoon de plek gaan verlaten. Als het gaat om lichtkleur, dan weten we eigenlijk nog maar heel weinig. Dit is een grafiek, maar op twee plekken gemeten. Je hebt hier de aantallen uitvliegende vleermuizen. En je ziet hier dat ze verschillend reageren op verschillende lichtkleuren. Maar het is wat lastig om hier nog conclusies aan te verbinden. Dus we hopen hier ook in de toekomst wat meer over te kunnen zeggen. Nou, dan is het zo dat eigenlijk nog helemaal niks bekend is als het gaat om de keuze van vleermuizen. Als het gaat om verlichting. Waar ik het net over had, dat zijn allemaal plekken waar vleermuizen al in een kolonie zaten, niet gewend waren aan licht, waar ineens licht komt. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat een kolonie is waar vleermuizen gewoon de keuze hebben om in te gaan waar ook licht is. Nou, welke overweging maken vleermuizen dan? Dat weten we nog niet zo. Maar we meer recentelijk hebben we een experiment gedaan waarbij we met ruige dwergvleermuizen, samen met landschapsbeheer Friesland, daar hebben we op allerlei sites van de NAM hebben we bomen neergezet met vleermuiskasten en steeds een combinatie van houten kasten en een betonnen kast met een experimenteel lampje daarboven. Maar ik hoef je natuurlijk niet uit te leggen dat die ruige dwergvleermuizen massaal trekken in de herfst. Ja, die willen graag ergens verblijven onderweg. En zo hebben we daar kunnen meten hoe die vleermuizen die kasten betrekken. Ik moet jullie overigens helaas even het antwoord nog schuldig blijven. We zijn op dit moment drukdoende om die zaken te analyseren. Dan verder nog een paar andere voorbeelden van hoe vleermuizen omgaan met licht. En waarvan het belangrijk is om goed te weten hoe dat nou in elkaar zit en hoe het afhangt van het spectrum. Ik vind het toch wel een heel mooi voorbeeld hoor. Dat is van James Hill uit Birmingham. Die heeft gekeken naar hoe vleermuizen plekken durven over te steken. En hoe dat afhangt van de vegetatie. En daar kom ik zo ook nog even op terug. Maar wat hij heeft gedaan, is hij heeft plekken gezocht waar vliegroutes waren. Daar gaten in gezocht in de vegetatie. En gekeken hoe groot die waren. En gekeken hoe... wat de lichtintensiteit daar was. Nou, dat zie je hier in de grafiek. Dit is de afstand die vleermuizen moeten overbruggen om weer terug in de vegetatie te zijn, of een plek waar ze enige beschutting hebben. En hier zie je de lichtintensiteit. Nou zie je dat, je hebt hier blauwe vierkantjes, dat zijn geslaagde oversteken, waar een vleermuis letterlijk van de ene kant naar de andere kant vloog. En die rode hier, dat zijn de oversteken waar de vleermuis gewoon toch terugkeerde. En je ziet dat bij een korte afstand er relatief veel geslaagde oversteken zijn. Maar als die afstand groter wordt, dat het aantal geslaagde oversteken alleen nog maar daar is als de lichtintensiteit lager is. Een ander voorbeeld nog, wat ik graag noem, dat is een recente publicatie over de aantrekking van trekkende vleermuizen.
Dat zijn twee artikelen eigenlijk. Eentje gaat over groen licht en de andere gaat over rood licht. Dat is buitengewoon interessant. Maar dat is toch wel wat prematuur nog. En daar moeten we eigenlijk nog echt wat meer over leren. En zeker moeten die experimenten op meer plekken herhaald worden om daar echt duidelijke uitspraken over te kunnen doen. Maar je kunt je voorstellen dat het natuurlijk uitermate van belang is. Want als de dieren inderdaad worden aangetrokken door rood licht. Ja, dan heb je natuurlijk die 's nachts die windmolens die vaak rode lampjes hebben. En dat is natuurlijk levensgevaarlijk voor vleermuizen. Nou. Wat we ook heel slecht weten is hoe de respons van vleermuizen samenhangt met de lichtintensiteit. Kijk, als je weet, dan komen we even terug bij dat allereerste plaatje wat ik liet zien, met die sky glow, met die verlichte hemel. Mogelijk is het zo dat daar de lichtvervuiling nog onder een drempelwaarde zit, dat vleermuizen er nog mee om kunnen gaan. Dat moet je eigenlijk weten, want als je ergens lantaarnpalen neerzet, dan zou het toch mooi zijn als je weet dat er in de buurt een habitat is van bijvoorbeeld vrijstaten of baardvleermuizen, bedenk het maar, dat je kan zorgen dat de lichtintensiteit daar onder een bepaald niveau blijft, ten einde te zorgen dat je dat habitat gewoon niet verliest voor die soorten. Dat is natuurlijk vreselijk belangrijk. Dat zijn we op dit moment aan het onderzoeken, maar we hebben daar al wel het een en ander aan gedaan. Dat hebben we gedaan met zogenoemde microphone arrays. Dat zijn microfoontjes die je in het veld neerzet. Dat heb ik gedaan samen met mensen van van het Natuurhistorisch Museum in Parijs. Daar hadden we een kleine beurs gekregen om daar een pilot mee te doen. Wat je doet is je zet eigenlijk een microfoontje in het veld en je meet de aankomsttijd van pulsen bij die microfoontjes. Aan de hand van tijdverschillen in die aankomsttijd van die microfoontjes, dat staat hier in het mooie plaatje hier, kun je terugrekenen waar de vleermuis was toen hij dat pulsje maakte. Je weet natuurlijk allemaal dat vleermuizen, of een beetje afhankelijk van de soort, ongeveer 10 keer per seconde een pulsje maken. Dus je kunt gewoon prachtig de vliegbaan van een vleermuis reconstrueren. Wat dan heel erg leuk is om te zien, is dat je ook precies kan zien waar die vleermuis eigenlijk omkeert. Dus uit welke lichtintensiteit die vleermuis simpelweg wegblijft. Nou, er zijn een aantal resultaten uitgekomen, maar ook dat houden jullie nog van mij te goed. Claire Hermans zal er later uiteraard meer over gaan vertellen. Ik zat even hier, want we zijn verder gegaan met het onderzoek. We konden het pilotonderzoek uiteindelijk niet voortzetten. Maar later hebben we een grotere beurs gekregen. Daar zijn Claire Hermans en Jens Koblitz op aangesteld. Zij zijn op grote schaal nu met die microphone arrays aan de slag nu. Waarbij ze zowel kijken naar het verlies van habitat als het gaat om vrijvliegende vleermuizen langs bosranden, maar ook als het gaat om vleermuizen die mogelijk worden gebarricadeerd door een lijmvormige lichtopstelling. Even denken hoor. Dit is die opstelling die zij gebruiken. Dat is een wat geavanceerdere opstelling dan die welke Kevin en Clementine hebben gebruikt. Die staat standaard op een statief met die microfoontjes altijd op een exact dezelfde positie. En dat geeft je de gelegenheid om een veel preciezer beeld te maken van hoe die vleermuizen zich rond die verlichting gedragen. Wat wel leuk is om vast te vertellen is dat we al gezien hebben dat die vleermuizen heel anders reageren op licht als er vegetatie in de omgeving is. En dat kun je ook wel een beetje voorstellen. Die vleermuis die is in principe bang voor licht, die voelt zich daar onveilig. Als gevolg kan hij natuurlijk de beschutting van de vegetatie opzoeken. Dat betekent ook een predator kan natuurlijk veel moeilijker jou uit de vegetatie plukken als je daar tussen vliegt dan als je in de open ruimte vliegt. Maar het heeft ook een beetje een nadeel voor die vleermuis. Tenminste, dat hangt een beetje van de soort af. Maar wordt voor vleermuizen op een gegeven moment ook moeilijker om daar insecten te vangen. Dat kun je wel voorstellen, want als er een klein nachtvlindertje vliegt en hier is een dikke tak, dan geeft die dikke tak natuurlijk een veel sterkere echo dan het kleine nachtvlindertje. Dus ze kunnen ook weer niet te dicht vliegen. Dus een zogenoemde trade-off, een balans in hoe die vleermuizen kunnen reageren. Maar goed, dan moet je wel precies weten waar die vegetatie is.
En dat meten we ook. En dat doen we met de zogenoemde LiDAR scanner. Het is een soort combinatie van laser en radar. We lopen mee door het bos heen. En we meten elk blaadje een takje meten we tot op de centimeter precies in. En zo ook een combinatie met die vliegbanen van die vleermuizen kunnen we heel precies zien wat er gebeurt. En je ziet ook dat we de microfoonopstelling hier ook gewoon in de scanner zelf hebben gezet. Daarover gaan jullie ongetwijfeld in de komende jaren meer horen. Nou, verder is er natuurlijk ook nog... moeten we eigenlijk veel meer onderzoek doen naar hoe het nou precies gaat met light on demand, zoals het eigenlijk heet. Dus, als er veel verkeer is, dat dan de lichtintensiteit omlaag gaat. Als er meer verkeer is, dat de lichtintensiteit weer omhoog gaat. Hoe die overgangen zijn van licht, daar moet je nou met een langzame overgang werken of kan het ook iets sneller bijvoorbeeld. Nou, het zijn allemaal vragen waar we geen... antwoord op hebben. En ook daar gaan we graag in de toekomst wat meer naar kijken. Dan ben ik aan het eind van mijn verhaal. Even heel kort nog samenvatten hoe het wat het beste is wat je kan doen. Nou, dat is wel duidelijk. Je moet echt, als je vleermuizen het minst in hun activiteit wil storen, dan moet je echt aan de rode kant van het spectrum zitten. En dan gaat het in het binnenland. En dan ben je het meest effectief in buitengebieden en niet in gebieden waar al die langzaam vliegende soorten gewoon niet zo algemeen zijn. Als je toch wit licht graag wil gebruiken, dan is het zeer waarschijnlijk het meest gunstig om warm wit licht te gebruiken. En warm wit licht betekent ook dat het heel rood achteraan wordt. Rood associëren wij met warm. En dat betekent ook dat er automatisch minder blauw in zit. Ja, en dat groene licht is eigenlijk echt alleen geschikt voor de kust en de zee, voor die trekvogels. Maar ja, opnieuw is het zo dat ik vertelde het al, we moeten eigenlijk veel beter weten hoe vleermuizen reageren op het groene licht aan de kust. Ja, en verder is het gewoon altijd maatwerk. Dus je moet gewoon, geen licht is gewoon vreselijk belangrijk. Dus je moet al goed afwegen van, dus ja, is het licht wel nodig? En kunnen we met een zeer lage intensiteit, kunnen we daar ook mee uit de voeten dan? Ben je altijd veiliger bezig dan als je gewoon maar rukzichtloos felle lampen ergens neemt. Ik dank jullie wel.